In aparte kamers slapen kan gunstig zijn voor je relatie. Kan jij het je voorstellen dat je in aparte kamers slaapt, gescheiden van je partner? Dit idee klinkt verrassend, maar als we er dieper over nadenken, lijkt het niet meer zo ver gezocht. Het lijkt een clausule in het contract dat we in het begin van de relatie ondertekenen. Wanneer we gaan samenwonen, dan slapen we in dezelfde kamer. Waarom moet het op die manier gebeuren? Wat zou er gebeuren als jullie in aparte kamers slapen? In aparte kamers slapen lijkt te betekenen dat er iets mis is. Misschien is er een probleem in de relatie of misschien hou je niet zoveel meer van je partner als vroeger. Ook al voel je dat je het eigenlijk wel wil doen, toch denk je om een of andere reden dat het verkeerd is. Maar is dit allemaal waar? De mythe van het slapen in aparte kamers. Slapen in aparte kamers betekent niet noodzakelijk dat je relatie niet goed is of dat je je partner niet meer zo graag ziet als voordien. Het is waar, partners slapen soms apart omdat er problemen in de relatie zijn. Omdat we het zo gewend zijn dat partners samen slapen, geloven we dat er toch wel problemen moeten zijn in een relatie als partners apart slapen. Als een koppel al vele jaren samenleeft, begint elke partner zich af te vragen wat er tussen hen is veranderd. De passie in de relatie is verdwenen en verdronken in een leven vol routine. Het hangt ook af van hoe jij je in de relatie hebt gedragen. Als je in het begin van de relatie altijd aan je partner kleefde, dan is het normaal dat je hem of haar na verloop van tijd meer ruimte geeft. Het is niet ongewoon dat je je seksuele verlangen voor je partner verliest. Plots heb je geen privacy meer, je sluit zelfs de deur niet als je naar het toilet gaat. Sommige mensen hebben hier inderdaad geen last van. Maar voor anderen zorgt het voor een verlies van passie en verlangen. Lees ook, laag libido bij vrouwen behandelen. In aparte kamers slapen, geeft elke partner een eigen intieme ruimte. Vergeet niet dat het geen goed idee is om je altijd aan je partner vast te klampen. Wat is er dan zo negatief aan slapen in aparte kamers? Bedenk hoe gunstig het voor jou kan zijn om in een aparte kamer te slapen zonder je partner. Je kan lezen wanneer je wil of tot laat in de nacht werken. Het risico je partner wakker te maken, is weg. Je bent vrij te gaan slapen wanneer je maar wil en het licht aan te laten zonder je zorgen te maken. Slechts weinig koppels kiezen ervoor om in aparte huizen te wonen in plaats van samen te leven. Zo kunnen ze onafhankelijk zijn en genieten van hun eigen ruimte. De afstand tussen hen zal verhinderen dat de passie vlug afneemt. Een veilige afstand kan veel erotischer zijn dan altijd samen zijn met je partner. Dat is de reden dat sommige jonge mensen hiervoor kiezen. Het is veel beter dan in aparte bedden slapen. Betekent dit dan dat ze nooit samen slapen? Natuurlijk niet. Ze kunnen samen het weekend doorbrengen of samen op reis gaan. Maar in het dagelijkse leven geven ze er de voorkeur aan om apart te leven, ook al houden ze contact. Routine en woordenwisselingen maken deel uit van het dagelijkse leven. Die kunnen uiteindelijk een deuk veroorzaken in de relatie. Misschien is de gewoonte om samen te wonen niet de meest geschikte manier voor een gezonde relatie.
Tenminste als we onze eigen privacy en onze eigen erotische ruimte willen blijven behouden. Afstand maakt het hart teder. Geloof het of niet, maar in aparte kamers slapen kan ervoor zorgen dat het seksueel verlangen naar je partner weer toeneemt, want afstand is soms positief. Je hebt zeker ooit de zin gehoord: je wil wat je niet kan krijgen. Wel, als je in aparte kamers slaapt en als je niet zo dicht bij elkaar bent als gewoonlijk, dan zal je merken dat je verlangen naar je partner groter wordt. Misschien is dit een optie of een oplossing voor al die koppels die de vonk in hun relatie kwijtgeraakt zijn doordat ze al jaren samenleven. Laat je niet meeslepen door wat beschouwd wordt als juist of verkeerd. Wat men ons heeft geleerd, is niet altijd juist. Maak je daarover geen zorgen. Probeer eens om in aparte kamers te slapen. Wat moet je doen als je relatie een sleur wordt? Het ergste wat je dan kan doen, is gewoon verder gaan met die routine. Het is noodzakelijk om je gewoonten te veranderen en nieuwe dingen uit te proberen. In aparte kamers slapen zou een waardevol alternatief kunnen zijn.